Dan gaat de punt 97, duurzame stad-energiepremies. Dat is een aangepaste tekst op de banken. Mevrouw Pirens vraagt het woord. En heeft het. Dank u wel, meneer de burgemeester, voorzitter. Collega's, op zich, als we de titel van dit punt lezen, dan zouden wij natuurlijk moeten staan springen en zeggen energiepremies, dat is geweldig, dat is op zich ook zo. Maar wat is er jammer aan dit punt? Dat is dat de energiepremies van de stad verlaagd worden. Dit wel, collega's, omdat Vlaanderen meer zou investeren. Nu, ik vind dat de intentie heeft om meer op tafel te gaan leggen. Ik vind het raar, meneer de burgemeester, dat men nu plots wel inspeelt op wat Vlaanderen zou gaan doen. En alle andere keren wanneer wij dat vragen, als het gaat over stedelijk onderwijs bijvoorbeeld, als we zeggen, er komt van alles van Vlaanderen op u af, misschien moet u daar rekening mee houden, dan zegt u, ah nee, dat kunnen we nu nog niet. Nu kan dat ineens wel, maar ik denk dat wat er in het punt staat, namelijk dat u een golf van dakisolatie wilt veroorzaken, die doelstelling zijn wij uiteraard voor, maar dan denk ik dat u daar ook de middelen voor moet voorzien en dat het verlagen van de premies die de stad ter beschikking stelt, dat dat alvast niet de juiste manier is om ermee om te gaan en vandaar gaan wij tegenstemmen. We noteren uw tegenstem op 97. Mag ik het stemgedrag van de andere fracties? Goedkeuring, SPA, goedkeuring van het belang, onthouding vanwege de PvdA. Dan gaan we naar dag.